De cijfers na deze wedstrijd. De laatste wedstrijd waar het er werkelijk om spande. Ajax dus superieur, zeggen ze meteen in Amsterdam. Makkelijk zijn wij derde geworden. Dat klopt, 61 punten. Rode JC en FC Utrecht, UEFA Cup, Vitesse en RKC helemaal niets. We hebben eerder al Co Adriaanse laten zien. Dat was duidelijk, Champions League. Maar over dat Europees voetbal zijn we nog niet gaan napraten. Dat kunnen we nu doen. En waar kan je dat beter doen? Bij mensen die geweldig feest staan te vieren. De FC Utrecht. Met spuitwijn in de kleedkamer. En als we dan zo direct naar buiten gaan, dan zien we de coach die won. En die heeft altijd gelijk. Voor de wedstrijd zei je, er gaat ergens een verrassing vallen. Het is uiteindelijk bij Sparta geworden en jullie halen nu Europees voetbal. Wat een enorme sensatie, wat een ontlading. Ja, kijk, de wedstrijd op zich hier was al 6-0, is natuurlijk fantastisch. Alleen mijn complimenten, maar dan ben je toch in afwachting wat er op de andere velden gebeurt. We zijn voortdurend geïnformeerd wat de uitslagen waren en bij ons was de pijp leeg. En zo'n sluitstuk is natuurlijk fantastisch. Het Europees voetbal missen is natuurlijk dramatisch. En dat ligt ook aan niet alleen maar het factor pech. Want in deze wedstrijd hebben we heel veel momenten gehad waarin we het ook niet verdienden. En dat is een beetje, zijn het momenten ook in het seizoen geweest. Het is een goede periode goed geweest. Daarna na de winterstop is toch een groot verval ingetreden. De laatste weken was het weer beter. Dus helemaal zeker was ik ook helemaal niet voor deze wedstrijd dat we wel even zouden gaan winnen. Want, normaal gesproken in Nederland doet iedereen zijn sportieve plicht. En dat heeft Sparta gedaan. Ik vraag me af of FC Groningen het gedaan heeft. Maar daar heb je wel mee te maken. Ja, zure gezichten. Niet bij jou hoor. Maar... Nee. Absoluut. Ik was een beetje verbaasd. Want ik denk, nu hoor ik de wereldanalyse. Ja. Die gaat me nu doen. We gaan het eerst even hebben over FC Utrecht Ronald. De verrassing van dit seizoen. Ja, dat kan je rustig stellen. Zeker als je de hele ontwikkeling van het seizoen volgt van FC Utrecht. Heeft natuurlijk een moeilijke periode gehad eind vorig jaar. En de wedstrijd Ajax thuis was daar cruciaal in. Daar moet je soms in die zin geluk hebben dat een trainer moet aan winnen. En dat gebeurde tegen Ajax. En vanaf die tijd is het gaan lopen bij Utrecht. Er is natuurlijk wel het een en ander nog veranderd. Maar in ieder geval in de club is het rustig gebleven. Dat is sowieso al een voorwaarde. Nou, daar heeft Bergen natuurlijk voor een groot deel mee te maken. Maar ook de coach. Men heeft buiten een goede organisatie is er ook wat veranderd. Olise bijvoorbeeld is buiten de ploeg gekomen. Ik vond Olise een beetje een eigenzinnige speler die vaak zijn eigen belang, dacht ik, meer voorop stelde als het teambelang. Nou, en in Utrecht is maar één ding duidelijk en het teambelang staat voor alles. Nou, daar zijn spelers voor aanwezig, talenten zijn er voor een goede keeper, een verdediging die goed staat, waar de organisatie goed in is. Vreven als exponent van dit FC Utrecht, hè? Daar wordt op vaak, de rand spelend, maar zo belangrijk voor het elftal. Daar wordt vaak om gelachen. Maar als je die speler volgt in een wedstrijd, die geeft zoveel energie. Die is zo gedreven in zijn spel. Nou, dat slaat over naar het publiek. Het is niet voor niks dat hij gekozen wordt als speler van het jaar door de supporters. En hij neemt daar natuurlijk een grote rol in. Hij gaat 40 keer per wedstrijd gaat hij eroverheen. Maar je moet er wel achteraan als linksbuiten. Daarbij heeft hij nog een goede voorzet. En dat is gewoon een jongen die, dat is toch het boegbeeld van Utrecht. En dat werkt samen met het publiek fantastisch. Nou, er zijn er wel meer spelers belangrijk in. Ja, bijvoorbeeld Toezani Zwaanswijk werkt heel goed centraal. Ja. Glusevic is natuurlijk een man die zomaar uit de lucht komt vallen en het uitstekend doet. Een jonge kuit die het goed doet. Nou ja, als je dat analyseert, dan zeg ik al, een fantastische keeper die punten voor ze pakt, die wedstrijden voor ze wint. Achterin een laatste lijn die weten wat ze moeten doen. Tjoe Tjong is ook een goede ontwikkeling doorgemaakt. Niet zo opvallend, maar verdedigend staan ze vaak toch op de goede plek. In het middenveld is Jean-Paul de Jong in die periode er ook bijgekomen. De Mister Utrecht die ook samen met Vreven daar een fantastische spirit in heeft. Ja, dan heb je voor een Glusevic die samen met Kuit toch het vakverstaan van scoren
Nou, en ik denk dat je dan al een heel groot gedeelte van de kwaliteiten van Utrecht samenvat. En een paar goede linkspoten natuurlijk. Van den Berg, Van Mol, Bosgaard, die vandaag dan weliswaar niet speelde, ja, ook heel erg nuttig. Goed ontwikkeld, jonge speler. En dat is ook een beetje, dat zie je een beetje in de tendens in de hele competitie, vind ik wel een beetje zo. Dat jonge spelers gebracht worden, een kans krijgen en die kans pakken. Nou, Bosgaard loopt er al een jaar of twee, drie bij, maar is ook pas 19 of 20. En dat is een goede zaak, samen met Kuyt. Nou, en als je dan een beetje de stad Utrecht kent en de supporters die er dan achter gaan staan, dat houdt ook gevaar in, want het verwachtingspatroon is in Utrecht heel gauw te hoog. Dus het nieuwe seizoen kan dat weer een beetje gevaar opleveren. Maar ik denk als men dan nuchter blijft, en dat zal gerust, want daar heeft men ook al genoeg lessen voor gehad in het verleden, dan denk ik dat het wel goed komt. Maar ik vind het met name natuurlijk voor de spelers en de staf een fantastische prestatie. Ja, ook nog een behoorlijke selectie. Robbenmond zit er nog. Van de Gaag heb je nog. Je hebt een jonge Berger. Ze zijn nu bezig met versterkingen voor het komend seizoen. Dat is toch wel nodig om je, wat verwachtingspatroon betreft, in ieder geval een beetje te handhaven in deze regio. Ja, dat zal. Kijk, dat hangt er natuurlijk mede vanaf. Kun je een Vreven houden? Want kun je Zwaanswijk houden? Kun je Zwaanswijk houden? Daar schijnt veel belangstelling voor te zijn. Ja, als dat niet gebeurt, dan denk ik, dan begin je toch min of meer weer van vooraf aan. Want er zijn wel spelers die erg belangrijk zijn voor die club. De keeper staat in de belangstelling, naar zeggen. Ja, daar zul je toch als Utrecht op moeten wachten om nieuwe spelers aan te trekken. En als je kijkt naar dit Utrecht nu en je gaat naar Europees voetbal, ja, dat zal moeilijk worden. In die zin, Utrecht heeft niet de gelden zomaar voor handen om fantastische aankopen te doen. Dus het zal toch met gerichte aankopen moeten zijn. Maar ik denk dat Utrecht in dat opzicht ook dermate gegroeid is. Daar zullen ze toch zeker alleen maar spelers bij zoeken die bij hun cultuur passen. En ik denk dat het belangrijkste is. Dankjewel, Ronald. Na achter zien we elkaar weer. Ja, na achter inderdaad, dan gaan we verder. Wij zijn helemaal vol van onze voetbalcompetitie. Maar de grote wereldsport heeft vandaag gekocht door de Utrechtse singles. FC Utrecht kwalificeerde zich 10 jaar geleden voor het laatst voor Europees voetbal. En ook toen werd de plaatsing gevierd met een rondvaarttocht. Utrecht vanavond. Het weer met Gerrit Hiemstra. We hebben de mensen hier 10 jaar op gewacht. En het is natuurlijk fantastisch dat het op dit moment weer zo is. Ja, dat merk je ook heel sterk, hè? Dat die mensen er zo naar hebben lopen snakken, echt. Ja, dat klopt. Feest. Dat is ongelooflijk. Dit maak je misschien in mijn geval niet zo heel vaak mee, denk ik. Pak je het dan helemaal op als een spons om het nooit meer te vergeten? Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik had net nog zoiets van, ik kon het eigenlijk niet geloven. Maar nou begint het allemaal te komen en ja, fantastisch. Ja, dit is ongelooflijk. Hier hadden we helemaal niet meer op gerekend. We hadden echt niet gedacht dat Vitesse of Ajax vandaag nog punten zouden verliezen. We hebben gedaan heel het seizoen eigenlijk wat we moesten doen. Zoals vandaag ook winnen. Dus. Maar deze apotheose, ja, dat had niemand beter kunnen schrijven. Dit is ongelooflijk. Vandaag was het gewoon van, we gaan ervoor. We kijken van, het publiek nog kunnen vermaken. Ja, dan zit het mee. Nou, je ziet het zit mee. En dan moet ik zeggen dat we dan verdiend Europees voetbal gehaald hebben. En dat zeg je op basis van de tweede seizoenhelft. En met name ook die 5 wedstrijden vlak voor de winterstop die jullie allemaal gewonnen hebben. Ja, absoluut. We hebben zeker als team zeer goed collectief als elftal. En we hebben daarin gewoon goede wedstrijden gespeeld. En je ziet het, waar we nu staan, Europees voetbal. Wie had dat na 8 magere jaren toch kunnen denken? Inderdaad, wie had dat gedacht? 6-0 tegen Groningen. FC Utrecht gaat Europa in. Er komt dan een vochtig vervolg met een badscène, met drank en met een tocht door de Utrechtse singles. Het zijn taferelen die doen denken aan het vieren van het Europees kampioenschap van het Nederlands elftal 1988. En dit gebeurde in mei op de 27e. Utrecht wordt gehuldigd door het volk. Utrecht gaat Europa in. Vitesse voor PSV.
Kesman volgt zijn clubgenoot Ruud van Nistelrooy op, die vorig seizoen de meeste doelpunten maakte. Hij kwam toen tot 29. Ali Okatabi van Sparta eindigt op de tweede plaats met 21 doelpunten. Anastasiou van Rode JC en Klusevic van FC Utrecht troffen ieder 19 keer doel. En Shota Arveladze maakte er 18. Hij is van Ajax. In totaal werden er dit seizoen 923 gele kaarten uitgedeeld. En dat zijn er 20 meer dan vorig seizoen. Toen was er 903 keer geel. Het aantal rode kaarten is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van vorig seizoen. 58 keer trokken de scheidsrechters dit seizoen rood. Vorig seizoen deden ze dat één keertje meer. Het aantal toeschouwers dat naar de stadions ging is sterk gestegen. Ruim 4/17 miljoen mensen bezochten dit seizoen een wedstrijd. Dat is een gemiddelde van ongeveer 15.500 per wedstrijd. Vorig seizoen kochten ruim 4/13 miljoen mensen een kaartje. Dat betekent dus dat het record gevestigd is. Er moeten nog twee wedstrijden gespeeld worden. Dat zei Jack net al op donderdagavond. En dan komt men dus aan dat gemiddelde van ruim 15.000 per wedstrijd. Dat wat betreft het voetbal, de andere sport. Na een huldiging in het stadion gingen spelers en begeleiders de boot in. Vanaf de kant en vanuit het water toegejuicht door duizenden mensen. Uit voorzorg hadden enkele cafés hun deuren gesloten. Ook de politie was goed voorbereid en moest in de Utrechtse binnenstad een aantal keer optreden tegen relschoppers. Maar de meeste Utrechters vierden gewoon feest, alsof de cup al binnen was. Tot slot het weer nog. Het is bewolkt bijgaan. De ploeg uit Kerkrade verloor van RKC. Ook RKC vocht nog voor een kansje op Europees voetbal. Daarvoor zijn ze wel afhankelijk van andere ploegen. En zelf doen ze wat ze moeten doen, namelijk... Even verslagen. Het werd 6-0 en daardoor gaat Utrecht dankzij het doelsaldo Europa in. Een zeer gedreven FC Utrecht verplettert FC Groningen. Met behulp van het fanatieke en hondstrouwe Utrecht publiek wordt het 6-0. Dit is de 5-0 van Tangen. Klusevic scoorde twee keer. En dan is het wachten op de uitslag van Sparta tegen Vitesse. En die is gunstig. Eindelijk gaat Utrecht weer eens Europa in. Daar hebben de mensen hier 10 jaar op gewacht. En natuurlijk fantastisch dat het op dit moment weer zo is. Utrecht wordt gehuldigd door het volk. Utrecht gaat Europa in. Vitesse greep net naast... Hield niemand er iets ernstigs aan over. Hebben we nog aan de boot gehangen van de spelers? Ook nog. Lukt het niet om aan boord te komen? Nee, alleen in vreven wan aangegeven. Het is geweldig dit. Zeg mooi. Zeg, mooi, het mooiste momentje. Bent u niet te oud voor dit feestje? Ja, zeker weten. Voor de eerste keer in mijn leven dat ik gewoon echt goed genieten. De cafés in de buurt deden goede zaken. Toch sloot de politie diverse kroegen tijdelijk, omdat het te druk dreigde te worden. De politie was achteraf tevreden over het verloop van het feest. 22 mensen werden aangehouden voor het aanrichten van vernielingen. FC Utrecht begon de wedstrijd tegen Groningen gisteren met vooral hoop. De kans op Europees voetbal was klein. Ajax of Vitesse moest verliezen. En bij gelijkspel van Vitesse had Utrecht ook nog een kans, maar dan moest er met 5 doelpunten verschil van Groningen worden gewonnen. En dat is gelukt. FC Utrecht startte goed. Binnen een kwartier stonden de mannen van trainer Frans Adelaar al met 2-0 voor. Utrecht ging goed verder en won uiteindelijk met 6-0. En toen was het wachten. Ajax had gewonnen, maar bij Sparta tegen Vitesse stond het met nog 3 minuten op de klok 2-2. En dat zou Europees voetbal betekenen. Fantastische wedstrijd, wint 6-0. En nu wachten, nog 2 minuten ongeveer. Ja, laat het dan niet hetzelfde zijn als wat Schalke beleefd heeft. Dan vind ik het sneu. Maar we hebben het wel verdiend, denk ik. Na zo'n wedstrijd met 6-0 wint, alles gegeven. Ja, dan hopen we maar. Wachten we af. Kun je beschrijven hoe je je nu voelt? Nou, nog even wachten. Ik mag het zo weer aan me vragen. We wachten even met je mee. Ja, is goed. En dus, wachten. De spelers bedanken elkaar nog maar eens. En dan komt eindelijk het verlossende signaal. Vitesse heeft gelijk gespeeld. Utrecht gaat Europa in.
Nou, dat bedoelen we nou. Fantastisch toch? Ja, hier werk je voor. Ik heb al de magere jaren meegemaakt. Ja, en als je dan na 8 jaar dit mag meemaken met zo'n slot, waanzinnig. Hartstikke bedankt. Leuk. Ja, top. Wie had dit voor mogelijk gehouden? Ja, niemand denk ik. En ja, uiteindelijk onmogelijk, maar we gingen de score erop los vandaag. En we hadden ook nog geluk dat ze de ballen die we tegenkregen ook niet ingingen. En dan je was afhankelijk van de anderen en dan loopt het zo af. Het is fantastisch. Had je van tevoren nog die hoop? Nou, hoop heb je wel, maar ik had me er eigenlijk een beetje bij neergelegd dat het niet zou gebeuren. Maar ja, het gebeurt toch en nou wordt het een gekkenhuis denk ik. En een gekkenhuis werd het. Terwijl het feest in het stadion gewoon verder gaat, trekken de spelers zich even terug in de kleedkamer en feesten daar verder. Ik heb natuurlijk van gedroomd en het moment dat ik geblesseerd raakte, dacht ik dat het over was. En nu sta ik toch nog op het veld. Het is ongelooflijk. Dus, en dat we dit bereikt hebben met z'n allen is natuurlijk... enorm compliment voor alles en iedereen die ermee te maken heeft. Uiteindelijk denk ik dat dit een fantastische bekroning is op een geweldig seizoen. En dik en dik verdiend, want je hebt volledig op eigen kracht heb je Europees voetbal gehaald. Na de onverwachte ontknoping barstte het feest los. Het was precies 10 jaar geleden dat FC Utrecht door de singles voer om Europees voetbal te vieren. Nauwelijks bekomen van de schrik en de vreugde liepen de spelers naar de rondvaartboot om het feest voor te zetten, waar de spelers er nog maar eens een bedankliedje uitgooiden. Sparta bedankt, Sparta bedankt, Sparta bedankt, Sparta, Sparta, Sparta bedankt. Prachtig, echt. Er zijn geen woorden voor. Echt mooi, echt schitterend. Al die mensen die hier staan voor jullie. Ja. Echt ongelooflijk mooi. Echt. Echt. We hadden hier op gehoopt en eindelijk is het gebeurd. Dat is echt schitterend. Dankjewel. Opgesloten of niet, de triomf van FC Utrecht moest gevierd worden. Zelfs de gevangenen in het Pieter Baan Centrum vierden mee. Burgemeester Brouwer was onder de indruk van de mensenmassa die op het feest was afgekomen. Ik vind het echt te gek voor woorden. Want het is zo spannend tot de laatste minuut dat we nog niet wisten van gaan we nou Europa in of niet. Een beetje hoop, maar toch ook vrees. En nou ja, het is nou gewoon een fantastisch feest natuurlijk. Ik vind zelf dat in Utrecht er een hele grote groep die is die echt FC Utrecht fan is. En ik vind dat we dat met elkaar wel eens een keer ons mogen realiseren. En dat de stad nou gewoon met FC Utrecht Europa ingaat, dat straalt uit op de hele stad. Heeft u al een beetje een FC Utrecht hart gekregen? Ja, dat is in die 2 jaar natuurlijk gewoon heel snel gegaan. En als je dan ook nog zo succesvol bent, we hebben bijna het gevoel van we zijn kampioen. Maar Europa in, ja, dat geeft een kampioensgevoel. Dit moet ongelooflijk zijn. Ja, inderdaad. Als je dit ziet, in België bestaat hij niet hoor. Nog nooit meegemaakt. Zoveel volk, ongelooflijk. Ongelooflijk. Mooie club bij Utrecht. Ja, dat wist ik al. Mindere periode gehad, maar dit maakt alles goed hoor. Je hebt een hele lange carrière gehad, maar dit heb zelfs jij nog nooit meegemaakt. Nee, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Wat een feest. Ik heb er geen woorden voor. Dit is zo mooi. Het is wat hier gebeurt in deze stad. Ik ben zo blij voor al die mensen dat iedereen heeft het verdiend. Wist je dat Utrecht zoveel impact heeft? Nou, ik heb het natuurlijk al gemerkt in de wedstrijden dat het leeft. Maar nu merk je het natuurlijk helemaal. Het is zo verschrikkelijk hoe dat hier leeft. Deze club heeft er recht op. Zeker op basis van wat we hebben laten zien. Zeker ook na de winterstop. Dat is echt verdiend, vind ik.